Hoi Vissen, welkom bij jullie horoscoopreading voor de komende tijd. Ik ga kijken naar je algehele energiekaart, de hart van de reading, en daaromheen leg ik je verleden, heden, toekomst neer. Oké, Vissen. Wat is de algehele energie voor de komende tijd voor de Vissen? Jullie krijgen de slang met tijd om te helen. Oké. Wat mag ik zien in het recente verleden? Vijf van staven, zeven van staven, de sterkaart met de zes van bekers. Ja, chaos en conflict, strijd, concurrentie. Zeven van staven is ja, het tegenovergestelde, hè? Daar zit je in jouw eigen bubbel en je laat alle strijd aan je voorbij gaan. Dus het kan zijn dat in het recente verleden heel veel om jou heen gebeurde. En de ster met de zes van bekers. De zes van bekers is de kaart van het verleden. Het kan zijn dat er iets van een droomwens vanuit het verleden wil doorkomen. Het kan ook staan voor heling, de sterkaart, wat je dus ook in jouw hart van de reading hebt liggen. Het kan zijn dat er iets geheeld moet worden vanuit het verleden. Zodat misschien een wensvervulling door kan komen vanuit het verleden. Iets kan maar niet tot stand komen misschien. Het kan zijn dat er dus om jou heen te veel gebeurt, waardoor je te veel afgeleid wordt. En nu het tijd is om daar jezelf van af te keren en naar binnen te treden. En ook even kijken naar het heden om te zien of je dat ook daadwerkelijk gedaan hebt. Of dat het zich doortrekt, zeg maar, richting je heden. Dat je daar moet gaan starten. Met je innerlijke heling. Wat mag ik zien in het heden? Acht van bekers met de ridder van munten. Nou, je ziet beide weglopen uit de situatie. Dus het kan wel zijn dat je in het recente verleden al dit hebt opgepikt. Zo van, ik ga me daar niet meer mee bemoeien. Ik ga daar afstand van doen. Ik blijf dicht bij mezelf. Ik weet natuurlijk niet waar het om gaat. Misschien heb je wel conflicten ook met mensen om jou heen. Het zou een innerlijk conflict kunnen zijn. We gaan het allemaal zien. Maar hier voel ik heel duidelijk dat je ergens een situatie verlaat. Je loopt ergens van weg. Iets wat jou niet meer vervult. Je gaat op zoek naar stabiliteit. Drie van bekers spreekt over eenheid, union vinden binnen in jezelf. Het kan staan om verbindingen. Voor verbindingen, sorry. Ja, voornamelijk de verbinding met jezelf te zoeken. Ik heb sterk het vermoeden dat jij richting jezelf nu loopt. Twee van munten komt daarbij. En de twee van munten spreekt weer over twijfelen. Heen en weer juggelen tussen het oude en het nieuwe. En dan de empress, de keizerin. Geboorte van iets nieuws, nieuwe creatie, nieuwe weg. Hogere frequentie. Oké. Nou, we gaan eens even wat dieper kijken voor jullie. Vijf van staven.
Komt de koningin van staven bij. Ja. En de koningin van staven is voor mij altijd de koningin van ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. Ja, dus daar moest wel iets ontwikkeld worden. En ja, dat kan zijn, ja, wanneer jij chaotisch en conflicten in jezelf hebt, dan ga je dat natuurlijk ook aantrekken in jouw buitenwereld. En wanneer je rust vindt, de liefde vindt voor jouzelf, ga je dat weer aantrekken in jouw buitenwereld. Dus dat is ook iets wat jij moest leren, of moet leren in ieder geval. Dat wat jij uitzendt vanuit jouw binnenwereld, aantrekt in jouw buitenwereld. Dit is de vier van bekers. En ja, de vier van bekers is vaak gefocust zijn op wat er niet is. De drie lege bekers. Ja, ik heb toch wel het gevoel dat jij in het recente verleden toch wel de oproep hebt gehoord van dat je naar binnen moet keren. Dat er iets gedaan moet worden aan jouzelf. Je verlaat situaties die jou op dit moment even ja, niet kunnen boeien op dit moment. En dat jij jezelf nu even opeenzet. Nog een keer de Empress, ja. Jezelf opeenzetten. Daar ben je dus achter gekomen. Dus wat er ook speelde, of dat nou met één persoon is of meerdere personen, je hebt er nu voor gekozen van nee, dit werkt niet. Ik moet mezelf gaan veranderen, zodat mijn buitenwereld ook gaat veranderen. Dus die oproep heb je wel gekregen, zeg maar, vanuit spirit. En daar heb je gehoor aan gegeven. Je weet dat je moet helen. Je weet dat je jezelf in een hogere frequentie mag gaan zetten. Hier nog een keer de acht van bekers onderop. En dat je dus bepaalde situaties moet gaan verlaten, bepaalde mensen moet gaan verlaten, die jou niet meer vervullen. Hè, die een negatieve stempel hebben in jouw leven. Dat ga je allemaal achter je laten. Tijd om te helen krijgt de zeven van staven. Het kan zijn dat je nog wel een beetje tegenwerkt, zeg maar ja, dat hoort er ook wel weer bij. Als ik naar mezelf terugkijk in mijn helingsproces, heb ik behoorlijk wat tegengewerkt. 10 van zwaarden. Een afsluiting. Ja, pijnlijke afsluitingen gaan er gebeuren. Want je komt er gewoon achter, het werkt gewoon niet. Ik kan daarin blijven hangen, zeg maar, in bepaalde situaties of met mensen. Maar het werkt niet voor mij. Je gaat echt kiezen voor jezelf. En daarmee kom je eigenlijk al in een hoger bewustzijnslevel van 5D terecht. He, dus je sluit 3D af. En je gaat helen. De maankaart. Bij de drie van bekers. Het kan zijn ja, dat je meer zicht op jezelf gaat krijgen in de verbinding met jouzelf, met jouw ziel. He, je menselijke persoon hier op aarde die de verbinding gaat krijgen met de ziel. Daar wordt wat meer licht op beschenen. En de negen van zwaarden, dat is een angstkaart. Ja, het kan dus ook zijn dat er heel veel emoties vrijkomen met deze maankaart. He, want ja, je moet niet voor niks helen natuurlijk. Hè? Dus dat betekent dat er heel veel opgeslagen ligt in jouw systeem. En dat kunnen zijn emoties. Dat kunnen zijn mentale overtuigingen, denkpatronen. Het ligt eraan waar jij nu naartoe geleid wordt. Is het, ja, het is voornamelijk de emotionele. Hoe heet het? De emotionele lading die je als eerste gaat helen, waardoor je dus in hoger bewustzijn komt en daarmee jouw mentale stuk gaat helen. En dan de zeven van zwaarden. Twee zwaardekaarten in je mogelijke nabije toekomst. Dit is de kaart van leugens en bedrog. Je gaat echt helderheid krijgen op jezelf en jouw eigen gedrag. Hoe jij jezelf hebt voorgelogen. Hoe je jezelf hebt bedrogen. Hè, zelfsabotage. Alles komt aan het licht in jouw mogelijke nabije toekomst. En daar voorbij natuurlijk. Want dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 gedaan. Maar je start in jouw heden in ieder geval met zelfheling. En het kan zijn dat je in je recente verleden daar al mee bent begonnen. Zo'n gevoel krijg ik wel. Dat je echt door hebt gekregen van oké, ik moet nu luisteren naar mezelf. Ik kies nu voor mezelf. Die persoon dient mij niet meer. Daar word ik alleen maar negatief van. Of deze situatie
behoort niet meer bij mij, dat ga ik achterlaten. Hè? Dus het kan ook zijn dat er heel veel om jou heen weg gaat vallen de komende tijd. Ja. Ja, de Ridder van Munten zegt ook, het is een langzaam proces. Je beëindigt nu zeg maar bepaalde situaties voor jezelf. En dat zijn soms ook pijnlijke situaties wat je gaat beëindigen, omdat er nog emoties aan vastzitten. En dat ga je dus helen in deze nieuwe weg die je inslaat met jezelf. Ja, doordat jij dus in die hogere frequentie komt met die keizerin, ga je dus ja, heel veel zien van jezelf. En daarmee ga je dus ook dingen buiten jezelf zien. Maar dat is dan minder belangrijk. Maar ja, het is de spiegelwereld. Dus wat je in jezelf gaat zien, ontdekken, ga je dat ook buiten ontdekken en zien. Ja, dus dat heeft een weerspiegeling. Nou, ook voor jullie is het gewoon een heel kort bericht. Nou, voor jullie is het meest korte bericht volgens mij. Maar het is gewoon heel duidelijk. Ik hoef daar ook niet verder in te wroeten. Ik voel niet dat ik ergens verdieping op nodig heb. Dit is wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Hè, dus in jouw helingsproces. Ja. In ieder geval wil ik jou bedanken voor het kijken. En ik hoop dat ik jou de inzichten en inspiratie heb mogen overbrengen. Dankjewel. Doei doei.